Onze cultuur kent veel idolen. Artiesten, sporters, tv-sterren. Vanouds krijgen ze bewondering vanwege het kunstje dat ze beheersen. Zoals zingen, voetballen of het presenteren van een televisieprogramma. Maar tegenwoordig hoef je niet eens meer een kunstje te beheersen om idool te kunnen worden. Een leuke uitstraling, een vlotte babbel, dat is vaak al genoeg. En als je eenmaal de status van idool hebt bereikt, dan ben je vervolgens een dankbaar onderwerp voor de zichzelf met geleuter in stand houdende roddelpers. En zo blijf je idool. Als variant op deze cultuur hebben christenen nu ook eigen idolen gecreëerd. Ook christelijke magazines en sites verspreiden nieuwtjes over de eigen idolen. Ook deze idolen geven persconferenties en staan vaak breed lachend in een sfeer van glitter en glamour op posters. Soms hebben deze idolen een voorbeeldfunctie, net als vroeger de heiligen in de Rooms-Katholieke Kerk. Maar vaker lijken ze in precies dezelfde behoeften te voorzien als gewone idolen. Onze behoefte aan vermaak en entertainment. Natuurlijk is het mooi wanneer christenen cultuur en media gebruiken om God te eren en hem bekend te maken. Maar de vraag is of we daarvoor ook de stomzinnige idolencultus moeten kopiëren. De Bijbel roept ons nergens op om de seculiere cultuur na te apen en vervolgens te overgieten met een christelijk sausje. Integendeel, ga je geheel anders, ga je Christus leren kennen, schrijft Paulus. Ik ben daarom benieuwd of onze christelijke politici het aandurven hun tandpasta-portretten van de verkiezingsposters te halen en ze door inhoud te vervangen.